Je kijkt naar NEC TV door N1. In deze uitzending zijn we thuis bij René Delleman, de docent van 4 buitenlandse NEC-spelers die de Nederlandse taal leren. Floor van Run neemt het als tweede vrouwelijke uitdager op tegen Patrick Pothuizen in een nieuwe potje stoto en krijgt onverwacht bezoek op het kantoor. Eerst is het woord aan trainer Ruud Brood. Vrijdag kan namelijk het kampioenschap al worden binnengehaald tegen MVV in Maastricht. Voor fans het teken om massaal richting het zuiden af te reizen. Zo lijkt de mogelijke kampioenswedstrijd eerder op een thuisduel te gaan lijken. Wat vindt de coach hiervan? Ja, je beseft het eigenlijk nog niet, maar dat er zoveel mensen meegaan. Omdat je denkt aan die vorige wedstrijd in Limburg tegen Rode JC. Dat het uitvak helemaal vol zat. En als je dan weet dat er nog meer mee gaan komen. Ja, dat is wel mooi om te ervaren. Ja. Is dat ook een teken dat men verwacht dat het gaat gebeuren of ligt het niet zo simpel? Nee, het ligt niet zo simpel. Ik denk wel dat men denkt, het risico, ik wil erbij zijn. En als ik er niet bij ben, dan balen ze misschien wel. Het ligt niet zo makkelijk. Wij willen resultaat herhalen. En aan de andere kant ben je afhankelijk. Dus je hebt het niet in je eigen, je hebt het in je eigen hand, het resultaat, maar niet of je kampioen gaat worden. Want iedereen heeft het daarover, over dat officiële kampioenschap met die schaal en dat feest. Maar aan de andere kant, daar heeft eigenlijk niemand het over. Als jullie gewoon winnen, ongeacht de uitslag bij Eindhoven-Sparta, zijn jullie wel officieus kampioen. Kunnen jullie eigenlijk alleen nog maar op doelsaldo worden ingehaald. Maar dat lijkt me ook een utopie voor Eindhoven. Ja, daarom. Daarom is het belangrijk dat je die wedstrijd tot een goed einde brengt. Want dan, dan hebben we, laten we dan zo zeggen, al een voorproefje mocht het niet zijn. Hè, met heel veel supporters. En ja, dan zou je het inderdaad, formeel gezien, dan geef je het ook nooit meer weg. En het zou mooi zijn als we zo snel mogelijk kampioen zouden zijn. Maar het moet ook geen teleurstelling zijn als we het morgen niet zouden zijn. Het zou eerder een teleurstelling zijn. We kunnen heel slecht tegen verliezen als dat het zo zou worden. Maar we gaan er alles aan doen. Maar als jullie winnen en het officieuze kampioenschap binnen zou zijn, geen reden tot feest, dan wordt het gewoon ingetogen, een klein beetje gevierd. Ja, zonder meer, want dan je zag ook afgelopen wedstrijd wat het deed. De drang die het team had. En als je dan officieus dat hebt, ja, dat is prachtig. Je merkt het nu al. Maar nog steeds, we hebben nog steeds die schaal niet in handen. Dus ik denk dat dat het moment is van het hele grote feest. Je zei het vorige week al, mijn spelers willen elke week steeds meer en liever meedoen. Dat zal nu niet anders zijn. Is daardoor iedereen ook sneller opvallender fit? Nou, ze gaan iets meer met pijntjes om, dat wel. Maar je hebt een dubbel programma gehad. Je hebt weer een korte week. Dat zal moeten blijken hoe we daarmee omgaan. Maar je merkt wel sinds een halve maand dat alles op 2 spelers na, maar dat redelijk fit is. En, ja, dat is prima. Nou, ik denk ook wel dat het zo hoort. Hè? Dat je met z'n allen dat ook moet gaan beleven. Nou, laten ze morgen maar weer dezelfde drang hebben. Want iedereen is er dus bij? Ja, we hebben dezelfde selectie als afgelopen maandag. En dat is een goed teken. Waardoor we dus op in kunnen spelen mochten er verschillende strategieën toegepast moeten worden in het stadion. Maar we hebben er alle vertrouwen in. Het zal zeker niet eenvoudig zijn. We hadden het hier thuis ook in het begin zeker lastig. Maar ja, dit zijn wedstrijden waarbij je eigenlijk niet te veel hoeft te zeggen tegen een team. Nog één nachtje slapen. Wordt dat lekker slapen en goed dromen? Of ga je de nacht doorhalen en kun je niet van slapen? Nou ja, het zou bijna arrogant zijn om te zeggen ik heb het al een keer beleefd. Maar zo is het ook wel. Wij zijn volledig bezig met MVV. En ik vind het juist leuk eromheen. Als ik zie de organisatie en de mensen en de supporters en noem alles maar op. Hoe dat er nu mee bezig is, daar doe je het uiteindelijk voor. En als we ons doel bereiken, dan zal het juist de nachtje zijn waarin ik niet slaap. Tijd voor een nieuwe potje stoto. Vorige week was Ellen van Eldik de eerste vrouwelijke uitdager van Patrick Pothuizen. Ze deed het zeer verdienstelijk met 5 goed voorspelde wedstrijden, maar kon niet op tegen de monsterscore van Potje. De teammanager voorspelde maar liefst 7 van de 10 wedstrijden goed. Hierdoor is de nieuwe tussenstand 77-68. Tijd voor een nieuwe vrouwelijke uitdager. Binnen. Hallo. Hoi Floor, pak de microfoon maar. Dank je. Hey, alles goed? Hi. Ja? Zeker. Goed zo. Hey Floor, normaal speel ik de... Ja. Hopverdomme. Hey Ruud. Sorry, ja. Je gaat toch even? Ja, ik heb geen tegenstand. Je is Jiske vet. Dat was storm. Uit de desert. Maar we gaan gewoon door.
zeker niet. Nee, stop. Hey! Hey, Peter! Kijk eens, iedereen komt binnen. Like, Kom maar zitten. Nee. Zit hier. We kunnen toch gewoon doorgaan nou? Ja, superleuk, dat heb ik weer. Dat is goed. Nee, dat is prima. Ja. Oké, okay, potje... Wil je weten wat ik doe of slaan een stuk over? Ga dan maar. Okay. Nou, we moeten overnieuw beginnen, denk ik. Nee, Floor, luister gewoon wat ik zeg, ja? Ja. Dat doe je normaal ook. Ja, dus, Oké, Floor. En normaal speel je tegen de spelers, maar je hebt het een beetje druk met wedstrijden. En vandaag een keer tegen de mensen van het kantoor. Jij werkt al een aantal jaren bij NSC, hè? HR. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik me... Nou ja, eigenlijk assisteer ik jou de hele dag. En als ik dat niet doe, hou ik me bezig met het spelerscontract. Oké, duidelijk. Oké, we gaan gelijk beginnen, Floor. Je kent de regels? Thuisploeg? Nee, ik heb het uitgelegd, dus ja. Oké, duidelijk. RKC Emmen? Neem je tijd. Ik denk dat RKC dat wint. Dat is duidelijk. Ik denk gewoon dat Emmen dat wint. Dat weet ik niet. Telstar, Jong PSV? Jong PSV. Zo. Dat denk ik ook. Achilles Almere. Ik hoop dat Twanny wint, maar ik denk dat Almere wint. Ja, ik denk dat Almere die wedstrijd ook gaat winnen. Lekker saai zo. Eindhoven Sparta. Subtoppetje weer. Eindhoven. Hoop ik ook. Ik denk een gelijkspel. Volendam Helmondsport. Volendam. Ja. Dat wordt een makkie. Niet heel hetzelfde doen als ik. Laat maar, Floor. Jong Twente, Os. Os. Nee, Jong Twente. Nee. Den Bosch Roda. Oh, die is moeilijk. Waarom? Roda. Den Bosch. Denk? Ja. Okay. Fortuna VVV, ook weer een soort derby. Heel veel spraakzaam, hè? Oh, ja, ik moet meer zeggen. Oké, VVV. Ik zeg een beetje spannend te houden, want ik sta dik voor. Fortuna. Gaan we zien. Graafschap, Jong Ajax. Ja. Ligt eraan wie er een beetje mee doet, maar de jongens kennen allemaal voetballen bij Jong Ajax, hè? Maar ik denk dat Jong Ajax daar gaan winnen. Dat denk ik niet, hoor. Ja, dat denk ik wel. Oké, MVV NSC, 20 maart, vrijdagavond. In Maastricht. Ja, dat kan niet anders, toch? Ga je kijken? Tuurlijk, ik ben er altijd. Oké, dat is mooi om te horen. Ik denk ook dat wij daar gaan winnen. Oké, Floor, bedankt. En werk ze nog voor vandaag. Oké, doei doei. Bijna iedere week gaan Marcel Appia, Christian Emielson, Alireza Jahanbakhsh en Christian Santos op bezoek bij René Delleman. De docent Engels op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen geeft privéles aan het kwartet en leert ze de Nederlandse taal. Wij namen een kijkje om te zien wat de spelers zoal leren. Denk maar aan zondag. Wat komt er na zondag? Dagen van de week? Regen. Ja, zon en regen. Is the opposite of sun rain. Ja, dat. Of maan. Maan. Ja. I hate you. I love you and I hate you. Ja. Haat, ik haat. Ik hou van jou, I love you. Really? Really? Ja, onthouden. Moet je daar onthouden? Rip it. Ik hou van je. Ken je nog niet? Save your times to me, then you can... I thought it was, I hear from you. Nee. Ik hoor. Ik hoor van jou. Ik hoor, okay. Ja, maar dit is, ik hou van jou. Okay. Dus dan weet je wat je moet zeggen. Als je naar Engels gaat, Wat doe je allemaal met de spelers? Wat leren ze het meest? Nou, het belangrijkste voor mij was dat ze al heel snel door zouden krijgen van wat er gezegd werd op het voetbalveld. Het moet heel praktisch zijn natuurlijk. Hè? We hebben
ons bezighouden met een klein beetje grammatica, hè, de basis, zodat ze wat eenvoudige zinnetjes kunnen maken. Maar ja, voetbaltermen staan op het programma. In het begin hebben we dat ook allemaal netjes opgeschreven. Hè, ze willen echt weten wat betekent dit, hè? Kort dekken of een lange paas of diep gaan of noem maar op. Hè, dus hun vaktaal eigenlijk leren beheersen. Marcel, heb je gehoord, is iemand die een slimme jongen, die het al heel aardig kan. Maar ik moet ook Alireza een compliment maken, want zowel Engels als Nederlands zijn compleet nieuwe talen voor hem. En als je ziet, anderhalf jaar geleden toen hij aankwam, hij sprak Farsi en een beetje Engels. En als je ziet wat hij nu al kan, hij is heel leergierig. Hij wil graag verstaan en ook het op de goede manier uitspreken, dus... Ja, die heeft een pluim verdiend wat dat betreft. En ik hoop dat het feit dat hij steeds beter Nederlands gaat spreken, dat hij dan besluit om toch nog een jaartje bij ons te blijven. Maar wie weet. De les bestond voor Marcel Appia ook uit een Nederlandstalig interview. Wie van de vier heeft nou eigenlijk het meeste talent? Ik denk Emerson doet het heel goed. Soms heeft hij een probleem, maar... Normaal, ja, iedereen is goed. Als wij kwamen, ja, kunnen wij niks praten, maar nu gaat het wel. Vanwege het naderende kampioenschap werd de les afgesloten met het oefenen van het NEC clublied. En dat ging zo goed dat een NEC boyband lijkt geboren. Wir trekken weit en strijden voor rood. Zwart en groen, vechten der alle tijden, NEC wordt kampioen. Vechten der alle tijden, NEC wordt kampioen. Ik wens jullie een heerlijke opkomende fest. Tot zover NEC TV. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Graag tot dan.